excellent. Punch out battles, next gen, de try-outs. En ook bij de try-outs is het publiek active, zoals jullie kunnen horen. MC's die gaan laten zien dat ze er ook bij horen in het volgende seizoen. Wie dat gaan bepalen? Zijn de twee deskundige juryleden aan mijn rechterkant. Klopt, dokter. En ik. Tim. Precies dat. En de rappers stellen zichzelf voor, man. Aan mijn rechterkant. Saint Bromeo, represent Gouda. Ik ga dit koetje opeten als een hamburger. En sowieso SO naar Jona en Jox. Dan. Rapper aan mijn linkerkant. Koeiers, Goes, Zeeland, je weet zelf. Succes. Oké dan, wie van jullie heeft voorkomen te beginnen? Ja? Oké dan. Hé, hey, geef die boy een beetje energie en gaat vallen. Hold it down. Saint Bromeo. Katholiek synoniem voor Amber Alert in je regio. Dat heupje heb ik niet ontwricht, dat was al zo. Ontvangend object in een hiv-rodeo. Als dit een streetfight was, stond Plan C te shocken. Saint Blanca, dokend op de grond met zijn benen opgetrokken. En ik zie je denken, dit is Honda, hij gaat me die 100 hands geven. Om je te klappen, ja, jij denkt aan de nacht van je leven. Oei. Online rap je alsof het pijn doet. Ik zou je shit niet draaien op een excentrieke rouwstoet. Je track heet stoere jongens praten, maar je hebt de essentie niet begrepen. Je pa is super triest, die heeft zich aan je moeder vergrepen. Als een pa poes ik je vet Joe. Als een pa poes ik je vet Joe ongenadig hard. Ik weet niet hoe Remy Maas zich voelt als ze een miskraam verkiest boven dat. Als Waldo hier eerste keuze is, word ik zo respectloos dat het chopper met mijn balzak helikopter en Mitch in zijn gezicht jeans. Wat? Je kan hem komen halen. Lukt er het in Mervo? Time. Hold it down! Hold it down! Hold it down! Eerst onder jou, let's go! Mensen wilden lijnchauffeur en daarom kwam ik hier naartoe. Ik ga hier roosteren met mijn bar, zo heet ik, noem het barbecue. Jij dacht mij te nakken, dat is een rare gedachte. Want ik ben hier gekomen om dit koetje af te slachten. Wat kom je doen, je vriend? Zit zeker in je midlife crisis. Ik kom je terror zetten, ben de bom net zoals ISIS. Ik heb gehoord, koetje houdt van Jason Bourne. Twee faggots bij elkaar, goed geschikt voor gay porn. Koetje op zijn knieën, Jason spuit in zijn gezicht. Al waren zijn familie, was je sowieso zijn nicht. Alle teksten die ik maak, vriend, je weet ze zijn legit. De jouwe vind ik boek en de mijne zijn de shit. Ik ben fucking Dora en ik blaas je van de kaarten, vriend. Mijn teksten zijn zo ziek, ze werden terminaal verklaard. En nu om de oude tijden te herbeleven. Heb ik ook wat je moeder jokes geschreven. Oh, yeah. Kindjes in Afrika die sterven aan een hongerdood. Al gaat je ma diëten, stopt de hele hongersnood. Je ma gaat je maat naar de snackbar en dan komt ze niet alleen. Want ze pakt mijn frikandel en express saus voor haar heen. Je ma is net van persie, want ze heeft met een paal. Je ma die houdt nog meer van ballen dan Louis van Gaal. Hey, al was het voetbal, dan was jij de ballenjongen. Dan was je ballenjongen en je houdt van ballenjongen. Al was het voetbal, dan was jij de ballenjongen. Dan was je ballenjongen, maar je hebt geen ballenjongen. En één ding nooit vergeten. Ga niet stoelen tegen mij, want anders zeg je puga paf. Eerst steek ik een sigaret en daarna pis ik op je graf. Je zou toch moeten weten met een zetel in te fukken. Ach, je mag het wel proberen, maar dan eindig je op krukken. Dan eindig je op krukken of dan eindig je in stukken. Ga maar lekker in je eentje op je kamer lopen drukken. Ik ben een fucking tijd, maar ook al klinkt het wel mag. Ik ben een macht van Bossen op het ei, maar ik je af. Kloppie. Ja, nou, jij hebt het opgekomen. Ja, het was hard, man. Ik heb genoten ervan. Het was grappig. Je pakt ook steeds andere angles. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Waardoor je ziet van je kan breed denken. Anders is het ook na een minuut op. Als je dit gewoon 3 rondes kan doen en je kan het in ieder event doen, dan ga je voor mij een toffe rap worden. En ook de delivery is tof. Ja, bijna kritiekpunt eigenlijk. Dus door. Bij jou, ja, ik vond je angles. Ik heb ze iets te vaak gehoord. Weet je, ook je woordspelen. Het is niet slecht. Je flow en delivery, pas op dat je niet gewoon gedicht aan het voorlezen bent, want het gaat echt. Dat heb je heel veel gedaan. En als je die lange schema's doet, weet je, dan wil ik die eigenlijk helemaal volgeplakt zien met 3 dubbelruimtes. Dus dan wordt het technisch ook interessant. Want nu ging je wel lang door, maar ik hoorde niet echt hele ingewikkelde technische dingen, waardoor ik eigenlijk meer de zin kon moeten afluisteren van, oh, we gaan nog verder.
En ja, ik vond het niet goed genoeg voor Punch-Out Battles. Dus het is dus een wat en wat? Een ja en nee. Oké. Ja, begonnen. Ik weet nog niet of ik het een ja vind. Omdat het doet me een beetje denken aan hoe Killer Croc aan het begin, zeg maar, nog niet echt zijn vorm had. Weet je, je hebt het gevoel van, je bent iets aan het proberen nu. Je hebt zeg maar wel een soort van een idee waar het heen gaat. Die eerste paar bars, die andere bars, was van keihard. Naar dat rodeo stuk en daarna was het eigenlijk een soort van, nou, daarna werd het een beetje vaag. Het waren wel bars, het waren wel engels, maar ja, ik weet niet. Het was een beetje, en dat was bij Killer Croc aan het begin, het was een soort van, hè, ben je nou dat, ben je nou dat? En de laatste keer bij het event was Killer in één keer, had ik de vorm gevonden en toen klopte het. Ik heb jou een beetje het gevoel dat je nog zoekende bent naar de juiste vorm om Punch-Out Battles goed te kunnen doen. Nou is het de vraag natuurlijk uiteindelijk of je daar dan de kans voor krijgt om dat te oefenen binnen Punch-Out. Of dat je dat eerst ergens anders nog moet ontwikkelen. En ik neig ernaar dat je dat eerst nog ergens anders moet ontwikkelen. Dat is mijn idee. Maar hij heeft een ja en nee. In jouw geval ben ik het eigenlijk heel met hem eens. Het was heel snel. Moeder, dit, dat, zo, zo. En ja, het was gewoon ja, hoofd als een kussenachtig materiaal, maar dan op jouw manier. En ik vond het niet echt bij ze interessant. Dus ik zou gewoon lekker dooroefenen. Je staat er wel. Het is niet dat je iets raars hebt gedaan of onzeker deed of zo. Alleen inhoudelijk vond ik nog niet zo sterk. Ja, geef dat op. Ik ben het eens met de Tim in dit geval. Je kan rappen, snap je? Je hebt ook flow, maar je hebt niet echt aangevallen. Het was ook echt super origineel. Want ik kies dat we nooit eerder hebben gehoord, zeg maar, snap je? Maar ik heb het geprobeerd, maar net niet. En ja, ik zie wel de potentie, maar het is ook net niet gewoon dat ik zeg van, ik zie het volgend jaar, volgend seizoen, mee met de top draaien, snap je? Dus ik denk dat je nog even je zwaarder moet slijpen. En een try-out later nog niet moet proberen, man. Dat ga ik wel redden, maar het is net niet, nog net niet dat ik in twijfel geef om het wel te doen, zeg maar, snap je? Dus de potentie is er bij jullie allebei. Jij was er net iets dichterbij, maar helaas allebei nee, manier. Maar toch bedankt voor jullie. Laat vooral weten wat jij ervan vond. Ga naar pauzeopbattles.nl of stap gewoon rechtsboven. En laat weten wat jij binnen vond. Like, deel, abonneer en check je op de volgende keer.